En dames en heren, we gaan over naar het volgende onderdeel van dit webinar. En we gaan het hebben over hoe je nou participatie in de praktijk regelt. We hebben nu een aantal bestuurders iets horen vertellen. We hebben een wetenschappelijke invalshoek gehad. Maar de vraag is, hoe doe je dat nou echt in de harde praktijk als er een concreet project in jouw provincie of in jouw deel van de provincie aan de orde is? En we hebben daarvoor een wetenschapper weten te strikken die zeg maar, het theoretische verhaal omgezet heeft in een model dat ook in de praktijk is te hanteren. En die wetenschapper is Niek Mouter van de TU Delft. Niek, jij organiseerde je hebt een model bedacht hoe je nou die participatie vorm kan geven. Want je zei al, ik heb je ooit eens horen zeggen, participatie staat ongeveer op iedere bladzijde in het klimaatakkoord. Maar de vraag is, hoe ga je er nou in de praktijk echt mee om? Ja, nee, het model heet participatieve waarde-evaluatie, of ook wel PWE, dat is denk ik iets sneller. Dat is een heel vreselijk woord. Ja, dus misschien moeten we ook nog een mentimeter doen dat mensen een voorstel kunnen doen voor een goede naam. En we hebben er al een gehoord, Viking Circle. Oké, nou dan misschien iets in die categorie zoeken we, hè? Ja, kun je die nog even herhalen van de mentimeter? Een ander woord voor? Gooit u allemaal in de, dan moet je dat dus even bij de vragenstelfunctie doen. Gooi allemaal een suggestie erin. Niek gaat nu zijn verhaal doen. Ja. En we hebben een naam nodig, een nieuwe naam. Een nieuwe iets beters dan participatieve waarde. PWE. Ja, Niek, ga verder met je verhaal. Precies, ja, het is een methode om voorkeuren van burgers te meten via massaparticipatie. En wat u al zei, participatie is heel erg belangrijk. Er zijn eigenlijk drie redenen voor. De eerste reden is de inhoudelijke reden. Dus dat burgers soms betere ideeën kunnen inbrengen dan experts of beleidsmakers. Dus ze kunnen op ideeën komen die nog niet op de radar zitten van experts. De tweede is de normatieve reden, dus dat het intrinsiek goed is om burgers te betrekken als jij als overheid beleid maakt dat de burgers raakt. En het derde is instrumenteel, dat als je burgers betrekt, dat misschien het draagvlak voor je besluit groter kan worden. Dus dat zijn de drie redenen in de literatuur voor participatie. Die vind je zelf nou de belangrijkste? Nu mogen ze nog even terugkomen, die drie. Dus het is, je moet het doen, want ze hebben iets te melden. Je moet het doen, want anders is het niet netjes. En je moet het doen, want dan vergroot je draagvlak. Ja, ongeveer. Ja, dus, en de eerste reden vind ik zelf eigenlijk de leukste. Ik vind het zelf wel heel erg leuk als je dus duizenden burgers betrekt. En die komen met ideeën die nog niet op de radar stonden van beleidsmakers en experts. En dat beleidsmakers dan denken, hier kan ik echt wat mee. Dus dat vind ik zelf heel bijzonder. Want die energietransitie is toch voor een deel ook zijn technische vraagstukken. Ja. Oplossingsvraagstukken. En toch slagen de burgers zijn dikwijls slimmer dan die mensen die het hebben bedacht. Ja, het gaat niet alleen om technische vraagstukken, maar ook om waarden die belangrijk zijn om mee te wegen in de besluitvorming. Daar komen dan vaak nieuwe ideeën over. Ja, wat u al zei, in het klimaatakkoord staat het woord participatie 80 keer genoemd. Dat is vaker dan het woord warmtepomp of warmtenet. Dus volgens het klimaatakkoord is het heel erg belangrijk. Alleen is dat niet echt uitgelegd hoe je het dan precies moet doen. Dus er zijn geen concrete instructies of handvaten in het klimaatakkoord. En ook in de omgevingswet is dat niet het geval. En in de praktijk kiezen we dus vaak voor methoden, voor bewonersavonden bijvoorbeeld, of andere vormen van offline participatie. En dat is afgestemd op een hele concrete groep mensen, namelijk mensen met veel tijd, mensen met een groot belang, en mensen die het fijn vinden om te spreken in het openbaar. En uit de literatuur blijkt dat het vaak oudere, hoogopgeleide, blanke mannen zijn. Er zijn zelfs ook voorbeelden van participatietrajecten waar 100% van de populatie die deelnam aan de participatie oud, hoogopgeleid, blank en man was. Ik heb ook nog een paar foto's. Dat zeg je zo makkelijk, hè? Maar hoe, met jouw systeem, voorkom je dat? Ga ik het zo over hebben. Okay. Nee, ik heb ook nog een paar foto's gevonden om dat een klein beetje te illustreren. Dit zijn ook foto's die ik vaak in het buitenland gebruik. Vooral deze foto, daar zoom ik ook vaak in op een paar mensen om dan in het buitenland te laten zien. Nou, als u wil weten hoe participatie in Nederland eruit ziet, dit is volgens mij een goed kenmerk. En soms is het voor gemeenteraden of voor staatsleden ongemakkelijk. Want dan komt de vraag op van in hoeverre vertegenwoordigt deze groep grijze oude mannen nou de hele populatie. En dat is vaak een beetje een ongemakkelijk punt. Ja, PWE probeert. Maar is dat dikwijls ook omdat ze gewoon niet willen luisteren? Of omdat ze echt zeggen, ze zitten met die vraag van die representativiteit? Nou, dat kan ik niet echt beoordelen. Maar het is vaak altijd wel een punt dat op wordt gebracht in een gemeenteraad. PWE, even kijken, ik zal dat eerst nog uitleggen. Ja, meer over die methode is te vinden op www.tudelft.nl. .nl/PWE, maar het bestaat eigenlijk uit een aantal stappen. Wat je probeert te doen is dat je het keuzevraagstuk van een overheid probeert zo goed mogelijk na te bootsen in een online omgeving.
Dus in die online omgeving laat je zien wat de keuzeopties zijn voor die overheid, wat de kenmerken zijn en wat de effecten zijn. En vervolgens vraag je, en er is ook altijd een beperking, dus burgers kunnen nooit alles kiezen, ze moeten echt een afweging maken. Dus bijvoorbeeld, hun keuze moet voldoen aan een duurzaamheidsdoelstelling. En dan vraag je eigenlijk, wat zou u de overheid adviseren als u op de stoel van de wethouder of de gedeputeerde of de minister zou zitten? En daarna moeten mensen ook een advies uitleggen. Dus ze moeten ook argumenten geven. Heb je een voorbeeld van, want je zegt ze moeten afwerken. Wat voor vragen krijgen ze dan en wat voor keuzes krijgen ze? Dat ga ik straks laten zien in een filmpje. En daarna is ook de vraag van wat moet de overheid ermee doen? Dus moeten ze het volledig overnemen of moeten ze er een kleine waarde aan toekennen aan het advies, et cetera, et cetera. Wat zijn dan de belangrijkste, even kijken of het werkt, verschillen? Waarom is die groep die participeert in de PWE nou zo groot? De participatiedrempel is veel lager. Dus het kost vaak maar 20 tot 30 minuten om mee te doen in die online omgeving. Bij de corona, we hebben laatst een PWE met 30.000 Nederlanders rondom het afbouwen van coronamaatregelen gedaan. Daar hebben mensen ongeveer 3 kwartier besteed om hun keuze te maken. Maar het is al nog een stuk korter dan die bewonersavonden die vaak 3 uur duren. Vaak om 6:30 beginnen. In mijn geval als ik dan net mijn baby en mijn kleuter op bed moet leggen. Dus dat is totale chaos. Maar wat je zegt is een revolutie. We hebben nu door de corona ervaring, door de corona ellende, hebben we ervaring met online werken. En je zegt, dus trekt dat sterk door ook in het openbaar bestuur. Ik denk zelf dat er verschillende in de samenleving verschillende participatiebehoeften zijn tussen groepen. Er zijn die oudere, hoogopgeleide, blanke mannen die willen graag 3 uur lang met elkaar praten in een zaaltje. Maar er zijn ook andere groepen in de samenleving die andere participatiebehoeften hebben. En die, ja, ik denk dat daar andere middelen voor nodig zijn. Dus ik zie het niet, maar je maakte daar net een onderscheid tussen hoogopgeleide en laagopgeleide. Diegenen die graag online willen participeren, zie je daar ook dat verschil in? Ja, je met online ook de laagopgeleide? Je bereikt meer laagopgeleide en meer jongeren. Ja, je ziet bij laagopgeleide dat die het vaak vooral moeilijk vinden om te spreken in het openbaar. Met name als daar dan de oud-hoogleraar van de TU Delft energiesystemen alles beter weet. Dus die zijn dan vaak wat zenuwachtiger en die vinden dat het fijner om achter een computer te participeren. Dat ze niet per se in discussie hoeven met die oud-hoogleraar van de TU Delft. Dus je ziet vaak bij hoogopgeleide mensen dat ze het vaak heel fijn vinden om nog één keertje aan de ambtenaar en hun medeburgers uit te leggen hoe alles werkt. Terwijl het bij laagopgeleide anders zit. Dus je ziet dat er grote verschillen in aantallen zijn. Op zo'n bewonersavond vaak 100 mensen, bij een PWE soms 30.000. En ook is er een lage tijdsinvestering van ambtenaren. Ik was laatst bij een congres, daar ging het over participatie burn-outs onder ambtenaren. Dus dat het kost enorm veel tijd om in elke keer weer die zaaltjes in te gaan. En het kost ook heel veel energie. Soms ook weinig voldoening, want toch niet helemaal geslaagd. En zo'n PWE heb je natuurlijk minder tijd. Ja, want in dat zaaltje komen ze vaak ook helemaal niet tot een afweging, toch? En achter die computer wel, maak ik een beetje op uit jou. Ja, dus het idee van zo'n PWE is dat burgers eigenlijk op de stoel van de bestuurder worden gezet. En dat ze echt die afweging moeten maken. Nou, nog één dingetje. Dus we gaan het nu straks hebben over Zuidwest-Friesland natuurlijk. Daar hebben we het toegepast in het kader van het resttraject. Dat was echt een onderdeel van een participatieproces. Dus niet alleen maar die PWE. Ja, en hoe je die PWE inricht hangt eigenlijk af van het doel. Dus bijvoorbeeld rondom corona wordt het vaak gebruikt als evaluatieinstrument. Het RIVM wil dan weten wat nou precies de optie is met de meeste maatschappelijke waarde. En dan richt je die PWE anders in dan dat je het echt als participatieinstrument gebruikt. Bij Zuidwest-Friesland was het heel speciaal, omdat daar de burgers de PWE hebben gemaakt, maar ook hebben geïnterpreteerd. Dus normaal gesproken. Okay, we komen op Zuidwest-Friesland straks. Ja. Even, hoe hebben jullie dat model ontwikkeld aan de universiteit? Hoe we dat hebben ontwikkeld? Ja, ik zal het proberen heel kort te vertellen. Ik ben zelf econoom en filosoof van huis uit. Dus ik werkte eerst aan de maatschappelijke kostenbaatanalyse. Daar was ik eerst heel erg groot fan van. Nog steeds wel een beetje. Maar op een gegeven moment zag ik ook wel zwakke plekken. En toen heb ik op een gegeven moment op een congres in Chili, in een pizzeria met een aantal collega's, dit model op een servetje bedacht eigenlijk. En toen zijn we het gaan toepassen bij de vervoerregio Amsterdam, ministerie van INW, RIVM. En steeds verder aan het ontwikkelen. Kun je nou zeggen dat het al actief overal wordt gebruikt? Ja, wel steeds meer. En ook, we zijn hier zelfs volgende week hebben we met het RIVM uit Ethiopië zelfs een gesprek. Dus ik vind het ook heel erg leuk om het ook buiten Nederland steeds meer te gaan toepassen. Kunnen we even naar jouw filmpje toe? Ja. Nederland wil in 2030 voor de helft op duurzame energie draaien. Dit staat in het klimaatakkoord van het kabinet. Ook de gemeente Zuidwest-Friesland wil hier haar steentje aan bijdragen. En dat kunnen we niet alleen. Daarom vragen we jouw hulp. Samen met een groep inwoners hebben wij 6 mogelijkheden bedacht hoe we dit doel kunnen halen. We zijn benieuwd hoe jij erover denkt. We vragen je om 100 punten te verdelen over 6 mogelijkheden. Met jouw input gaan wij een plan bedenken hoe wij in Zuidwest-Friesland energie duurzaam gaan opwekken.
Met jouw input kunnen we een actieplan schrijven. De 6 mogelijkheden waarover je je punten kunt verdelen zijn: de gemeente neemt de leiding en ontzorgt. De gemeente houdt de leiding en sluit aan bij wat jij als inwoner belangrijk vindt. Inwoners doen het zelf. Inwoners wekken zelf energie op en houden zelf de touwtjes in handen. De markt bepaalt wat er komt. De gemeente wacht af waar de markt mee komt. Marktpartijen zijn verplicht om inwoners te betrekken bij hun plannen. Op een klein aantal plekken komt grootschalige energieopwekking. Hiermee voorkomt de gemeente dat er op heel veel plaatsen wind- of zonneparken komen. Inzetten op opslag. Zuidwest-Friesland wordt de batterij van Nederland en zorgt voor de stabiliteit van het Nederlandse energiesysteem. Energieleverancier van Nederland worden. Helpt Zuidwest-Friesland de rest van Nederland om de energieopwekking te verduurzamen? Nu volgt een korte uitleg van de online enquête. Je start de enquête in het hoofdmenu. In dit hoofdmenu kun je je keuzes aangeven. Bij selectie vul je het aantal punten in dat je wilt geven aan de mogelijkheid. Spreekt de mogelijkheid je aan? Geef dan veel punten. Spreekt de mogelijkheid je niet aan? Geef dan weinig of geen punten. Rechtsboven in je scherm zie je het aantal punten dat je hebt toegekend. Het totaal moet altijd 100 zijn. Wil je de uitleg zien over een van de mogelijkheden? Zie de informatieknop achter de titel en klik op Bekijk details. Klik op de onderstreepte tekst voor nog meer achtergrondinformatie. Wil je mogelijkheden vergelijken? Klik op de schakelaar van de mogelijkheden die je met elkaar wilt vergelijken. Klik vervolgens op de knop Vergelijken als je de vergelijkingstabel wilt zien. Wil je terug naar het hoofdmenu? Klik dan op het rode kruisje. Ben je klaar met het toekennen van punten? Klik dan op de knop Geef advies. We vragen je daarna je keuzes toe te lichten. Wil je deze uitleg nog een keer bekijken? Klik dan op de knop Help. Bedankt voor je deelname aan de enquête. Ik kan me voorstellen als u thuis heeft geprobeerd om dit filmpje te volgen, dat het tamelijk lastig is. Maar het mooie is dat alle sheets die tijdens deze uitzending worden gepresenteerd, dat u die allemaal terug kunt zien op onze eigen website.